Goedendag en welkom bij een nieuw Culemborg TV Maandjournaal. Mijn naam is Marjolein Vrallen. Ja, en mijn naam is Robert van der Zanden en we hebben vandaag de volgende onderwerpen voor u. Albert Heijn mag naar de spoorzone. We gaan op bezoek bij de prins. En de islamitische gemeenschap Culemborg haalt bijna €1 miljoen op. Maar we beginnen met de Redinchemse Waard, want bij een grote groep mensen lijkt dit enorm te leven en dan met name bij de actiegroepen die tegen aantasting van de afgraving en de omgeving zijn. De gemeente besloot dat aannemer van Waning en de actiegroepen nu om tafel moeten. Maar dat lijkt nog niet zo gemakkelijk, omdat de belangen die ze hebben mijlenver uit elkaar liggen. Met waterrecreatie lijkt het daarentegen wel goed te komen, aldus voorzitter Bert Bramer van watersportvereniging De Helling. Voor De Helling houdt het kader wat nu afgesproken is in dat wij verder moeten gaan met onderhandelen of overleggen over hoe de toekomst van de Redinchemse Waard er dan uit gaat zien. Op zichzelf voor een recreatief gebruik zoals wij dat de laatste jaren doen, was het voor ons eigenlijk prima. Maar als andere belanghebbenden andere plannen willen ontwikkelen, dan willen we daar natuurlijk over meepraten. En zorgen dat onze belangen veilig en op een veilige manier en op een gezonde manier daar recreëren. Dat willen we gewoon voortzetten. En als anderen daar andere belangen bij hebben die ook ingevuld kunnen worden binnen die voorwaarden, prima. Maar dat betekent dus ook dat er openingen zijn. Er zijn altijd openingen als je met elkaar praat. Dus zolang we met elkaar communiceren kunnen we tot resultaten komen, wellicht. Of we komen erachter dat we de belangen niet stroken. Dat kan ook een uitkomst zijn. Dat moet je open ingaan. Wat is nu de volgende stap voor De Helling? Wachten op de uitnodiging voor het gesprek. Als het aan de islamitische gemeenschap ligt, komt er snel een moskee aan de Multitulilaan. Het aangekochte oude zwembad De Meer brandde daar namelijk eind december volledig af. Vanuit heel Nederland en de wereld zijn er donaties gedaan via livestreams. En op die manier is er al bijna €1 miljoen opgehaald. Voor het opruimen van het karkas en de nieuwbouw is in totaal zo'n €2,5 miljoen nodig. In het kader van de zwembad- en autobranden van het afgelopen jaar wordt er een onderzoek ingesteld naar de rol van de politie in deze gevallen. Het Verwij Jonker Instituut is aangetrokken om een onafhankelijk onderzoek te doen, want is er wel juist gehandeld tijdens die branden en had er iets beter gekund ook in samenwerking met de recherche? Burgemeester De Vet die zegt daarover, ik heb geen klachten gehad. Wat ook onderzocht wordt, is niet alleen de politie, maar ook de rol van de gemeente. Win je winkel. De voormalige jeanswinkel aan de Oude Vismarkt die staat namelijk al ruim een jaar leeg. En als jij een goed plan hebt, dan kun je daar je winkel beginnen. Met zo'n €30.000 steun in Natura en daarvan krijg je 6 maanden gratis huur. Nou, leuk. Ja, gek. Welkom in de prachtige binnenstad van Culemborg. Kom jij hier jouw droom waarmaken? Win jij 6 maanden je eigen winkel in de binnenstad van Culemborg? Retail is de brancheorganisatie voor mode, schoenen, sport en wonen. Samen met onze leden zorgen wij ervoor dat het ondernemen een stuk makkelijker wordt. En daarom geven we jou 1 jaar lang gratis lidmaatschap bij het winnen van je winkel. Succes! In Culemborg werken we samen aan een levendige binnenstad. We zien uit naar jouw komst. Voor een goede start ondersteunt Rabobank West Betuwe met raad en daad en je ontvangt een korting van €500 op je productenpakket. Succes! Je eigen onderneming starten in Culemborg, the place to be. Wordt dit jouw winkel? Culemborg verliest 2 ondernemingen. Het failliete kledingwarenhuis Veugelen dat sluit de deuren op de markt en ook Streefreizen verdwijnt uit het straatbeeld van onze stad. De busmaatschappij is geruild met de taxiactiviteiten van Krolreizen in Tiel. En bij Veugelen wordt waarschijnlijk het hele personeel ontslagen. Bij Streef daarentegen worden alle arbeidsplaatsen behouden. De politie had het afgelopen weken druk met ongelukken. Op de Prijzenweg sloeg een auto over de kop. De vrouw kwam met de schrik vrij en gelukkig heeft ze geen letsel. Op de wethouder Schoutenweg ter hoogte van de Rietveldseweg waren wel gewonden te betreuren. Met groot materieel werd uitgerukt om een zwaargewonde man uit zijn auto te bevrijden. Ook de traumaheli werd ingezet, maar die bleek geen hulp te hoeven bieden. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, dat wordt nog onderzocht.
De Ovonde, dat blijft toch een punt van ongelukken. Afgelopen maand zijn er 3 ongelukken gebeurd die wonder boven wonder allemaal slechts tot blikschade beperkt bleven. Deze Groningse bestuurder was volledig abuis en veroorzaakte het ongeluk. Ja, en rondom die Ovonde, daar staan maar liefst 105 verkeers- en duidingsborden. Een onoverzichtelijk oerwoud van informatie. Dat vinden veel Culemborgers op Facebook. Anderen zeggen, hou je gewoon aan de regels, dan is er niks aan de hand. Maar ja, wat zijn die regels? Ja, precies. Nou ja, gewoon de borden volgen, denk ik. Maar er zijn wel dingen echt heel onduidelijk. Ik snap het ook soms niet waar ik nou moet stoppen en wanneer ik voorrang heb. Ik rij gewoon door. Ik denk dat gewoon het allerbeste is. Nou, ja. Ja. Bijna 15.000 euro schade heeft Ronald Hazedonk van Fashion for Men aan de markt geleden. In de nacht van 29 op 30 januari drongen inbrekers via de achterzijde naar binnen en zij namen voor veel geld aan merkkleding en jeans mee. Heb jij nu iets ongewoons gezien en dan met name tussen 2 uur en 3 uur 's nachts op de markt bij de processiesteeg? Bel dan met de politie. Hun telefoonnummer is 0900 8844. Overigens, de processiesteeg is de steeg naast de katholieke kerk. Maak je ruiten ijsvrij. Dat is een oproep. Want tijdens de surveillance trof de politie een bestuurster van een blauwe Peugeot rijdend aan met een door ijs bedekte voorruit. Ze kon dus niks zien. En de dame is uiteraard staande gehouden en het heeft er een boete van 230 euro opgeleverd. Ze mocht weer verder nadat ze de ruit had gekrapt. Omdat het winter is, lag er op verschillende plekken natuurijs waar veel Culemborgers met veel plezier schaatsten. Op de ijsbaan bij Stattine en natuurlijk op de Zum en in de Uiterwaarden trokken mensen hun mooie baantjes. Ja, en ook de reddingsbrigade maakte gebruik van de ijsvlakte. In de haven oefenden ze op spectaculaire wijze hoe een redding eruit ziet als iemand door het ijs zakt. Kijk even mee naar de prachtige beelden van Monique Vermeulen. De spoorzone gaat door. De gemeenteraad stemde in om het bestemmingsplan te wijzigen. Er is in totaal ruimte voor 4200 vierkante meter retail en horeca. En Albert Heijn, die zal naar alle waarschijnlijkheid zo snel mogelijk laten bouwen en verhuizen. Maar de kous is niet af. Een gang naar de rechter van protesterende ondernemers staat op stapel. Ik ben toch wel uitermate teleurgesteld in de raad dat ze inderdaad voor dit plan hebben gestemd. Kijkend naar wat de belangen zijn voor totaal Culemborg. En dan hebben we het heel nadrukkelijk niet over directe concurrentie van mij als supermarkt. Maar gewoon, het is niet in het belang van heel Culemborg om een 4e winkelcentrum mogelijk te maken. En is er nog niet, maar om dat mogelijk te maken. Om zo de horeca en de detailhandel en ook de leisure zoals bioscoop, theater, de nek om te draaien. Want zo ziet u dat, ze draaien het echt de nek om. Zo zie ik het echt. Er wordt nu gepraat over een toetsingscommissie of een plaatsingscommissie. Ja, dat is natuurlijk een doekje voor de bloeden wat geen enkele invloed heeft. Want het bestemmingsplan, dat geeft de kaders, dat maakt mogelijk wat er straks gerealiseerd gaat worden in de spoorzone. En als dat mogelijk gemaakt wordt, waar nu zojuist ja op is gezegd, ja, dan kun je dat helemaal niet meer sturen. Is er nou nog voor jullie iets te doen om tegen het bestemmingsplan in te gaan? Zeker wel, want wij hebben natuurlijk ook hier rekening mee gehouden. Dus de gang naar de rechter, ja, dat is een gedwongen stap waar we zelf eigenlijk ook niet op zitten te wachten. En die zullen we zeker doen. En ik denk dat de gemeente toch wel één grote fout maakt. Er wordt door iedereen elke keer gerefereerd naar de wet. Dat de hoofdzaak was dat de vorige plannen door de Raad van State van tafel werden geveegd. Maar de Raad van State heeft een aantal punten benoemd.
waarop ze zich hebben gebaseerd om de plannen van tafel te vegen. En dat was de belangrijkste, was de crisis- en herstelwet, die niet helemaal goed in elkaar zat. Maar dat was ook een hele duidelijke, dat was de juiste onderbouwing voor deze plannen. En er is in alle discussies die er zijn geweest onvoldoende aandacht aan gegeven. Dus de koude spoorzone is nog niet af wat u betreft? Nee, niet alleen voor mij. Dus met mij heel veel mede-detaillisten, horeca, detailhandel, die dezelfde gedachte hierover hebben. Dus de kous is nog niet af, nee. Papklokkendam bestaat dit jaar een halve eeuw. 50 jaar carnaval. En Femke Sauwat die ging het feestgedruis in en sprak voor de opening van het carnavalscafé De Mart met onze Culemborgse prins carnaval, senior en junior. Jij bent jeugdprins. Ja. Hoe word je nou jeugdprins? Nou, eigenlijk ben ik gevraagd door heel veel mensen, want ze wouden dat ik het graag word. Dus, maar, en ik kende al wat mensen hier, dus daarom vroegen ze me. En wat mag je dan doen als je jeugdprins bent? Feest vieren, polonaise lopen, dat soort dingen eigenlijk. Ja, nou, dat is wel heel erg leuk. En naast jou staat... Prins Eduard de Eerste. Ja, inderdaad. Waar komt die naam vandaan? Zo heet ik. Helemaal voluit. Eduard, dat is mijn eigen naam. De Blauwlappen bestaat dit jaar 50 jaar? Ja, inderdaad. Vandaar ook dat ze een wat oudere prins hebben gezocht. Hoe oud is deze prins dan? 73. En hoe lang zit u al bij de Blauwlappen? Ik denk 49 jaar of zo. Wat vindt u het leukste aan carnaval? Het ongecompliceerde, maar er zit wel een bepaald verhaal achter. Het is niet zomaar steek op ze zetten en feest vieren. Er zit veel meer achter dan de meeste mensen wel denken. Vertel, wat is dan onder andere een goed verhaal binnen het carnaval? Nou, er zit een. Eigenlijk neem je de stad over, dus je neemt eigenlijk de regie in de stad over voor 3 dagen. En dan heb je dus ook een leider nodig. Dat mag ik dan deze keer wezen, maar daarbuiten heb ik een raad van 11. Als een soort gemeenteraad die dus meebeslissen in verschillende dingen. U zegt we nemen een beetje de stad over. Culemborg heet ook geen Culemborg meer dan? Nee, Culemborg heet nu Papklokkendam. Dat is vanwege de papklok die elke avond nog om 5:10 geluid wordt. En heel in het verleden gingen de mensen dus pap eten om 10 uur en naar bed. Maar ik begrijp dat partycentrum De Lantaarn straks uw residentie gaat zijn. Ja, dat is de residentie. Daar wordt het echte carnaval gevierd, maar alle festiviteiten zoals we hebben de Ladies Night, tranenbal, we hebben de doop van de prinswagen, dat gebeurt allemaal hier. Want dat is echt een kroeggebeuren. En het grote feest, dat gebeurt in De Lantaarn. Ja, en ga jij je carnaval vieren eigenlijk? Nee? Nee. Waarom niet? Ja, ik ben er niet van. Ben je er niet van? Ik zie jou wel een soort Wonder Woman, zeg maar, met zo'n mooie cape en alles. Dank je. Ja, ja, misschien toch een idee dan. Ik zou het doen, ja. Carnaval start namelijk op 24 februari met als hoogtepunt de carnavalsoptocht een dag later op de 25e. En die start op de markt om 11:45. Culemborg heeft €146.000 gekregen uit het Kleinsmafonds. Dit geld is bedoeld om in natura uit te geven aan kinderen uit gezinnen die in armoede leven. Per kind is er ongeveer €200 beschikbaar, waar bijvoorbeeld schoolreisjes voor kunnen betaald, waar deze kinderen anders niet aan mee zouden kunnen doen, of omdat ze anders bijvoorbeeld niet kunnen trakteren op school voor hun verjaardag. Ja, heb je behoefte aan meer muziek in het theater, aan een extra podium voor jong talent en aan meer inspiratie op een doordeweekse dag? Het kan allemaal, want het initiatief voor Listen is namelijk geboren. En dit zijn er dit jaar 4 die in de Franse school worden gehouden. Het zijn namelijk huiskamerconcerten op een doordeweekse dag. En ieder concert heeft een jong talent in het voorprogramma. Onze Femke die ging langs bij Sam en Lisa en zij traden met hun zelfgemaakte liedjes op in het voorprogramma en wij luisterden mee. Nou, we staan hier in de Franse school voor het programma Listen. Jullie mogen in het voorprogramma staan. Hoe komt dat zo? Dat komt eigenlijk omdat Listen ons benaderd heeft. En dat zijn dan Henriette en Walter. En die hebben ons benaderd. En die hebben gewoon Lekkerlingen benaderd. En daarom mogen wij dan hier staan. Wat moest je doen?
auditie doen. We werden gevraagd in de muziekklas van, hey, zijn er hier leerlingen die zelf liedjes schrijven en die eigenlijk daar interesse in hebben om zo'n kans te nemen? En ja, dan kon je auditie doen. Op school was dat. En dan ja, kon je gekozen worden. En dat is ons gelukt. En waar gaan jullie liedjes over? Die van mij die gaat over de wereld nu, zeg maar, hoe het is met al die terroristische aanslagen en dat soort dingen. Waarom heb je gekozen voor dat onderwerp? Omdat het heel actueel is. En jij hebt 2 liedjes gemaakt? Ja, dat klopt. En wat zijn die onderwerpen? Nou, de ene is eigenlijk gewoon een liedje voor mijn vriendengroep, omdat ze me heel erg hebben geholpen. En de ander gaat over dat de maatschappij heel veel van je verwacht. Komt voor jou zo'n tekst tot stand? Eigenlijk ja, heel impulsief eigenlijk gewoon. Ik denk niet heel erg dieper na. Ik schrijf gewoon vooral heel veel dingen op en daarna haal ik heel veel weer weg. En dan schrijf ik weer heel veel op en dan ja, uiteindelijk een beetje knippen plakken en dan heb ik wat. Lisa, hoe krijg jij het voor elkaar om de muziek en de tekst op elkaar af te stemmen? Nou, meestal heb ik eerst gewoon een melodie of nou, iets wat ik leuk vind, zeg maar, op de gitaar. En daarna ga ik er proberen een tekst op te schrijven. Maar het is ook wel eens andersom, dat ik gewoon een tekst heb en die ik dan op een nummer wil zetten. En dan probeer ik het zo te knippen en te plakken dat het lukt. Dat het in het ritme is. De komende maanden zijn er nog 2 huiskamerconcerten in de Franse school. Op 16 maart speelt Maurice van Hoek en op 18 mei speelt Ruud Houweling. En ook in dit voorprogramma van deze fantastische huiskamerconcerten zijn er talenten van Lek en Linge te horen en te zien. Ja, en dat was weer een Culemborg TV maandjournaal. Deze uitzending is naast de vaste plek op culemborg.tv ook te bekijken op SRC TV. Dat is dan elke zondag om 11 uur 's ochtends en om 8 uur 's avonds te zien via Ziggo. U kunt ons natuurlijk ook volgen via Facebook. Tik even Culemborg TV in en wij houden u op de hoogte. Ja, precies. En wilt u vrijwilliger worden, want wij zoeken nog mensen voor camera en voor verslaggeving, dan kan dat natuurlijk altijd. Stuur een mailtje naar redactie@culemborg.tv en volg ons inderdaad, wat jij zegt, ook op alle social media platforms. Wij bedanken u voor het kijken. Ja. En tot maart, zou ik zeggen. Tot maart. Dag. Dag.